Klopt. Hier een stukje filmpje over de manier waarop wij met strength conditioning krachtoefening bijhouden en wat de getallen reeksen betekenen als wij de krachtoefening opgeven. Bijhouden van je gegevens bestreden wij. Dat is goed voor twee dingen. En enerzijds is het goed voor dat we goed door kunnen trainen. Je komt de volgende training bij ons, je weet precies wat je moet doen, je weet precies welk gewicht je hebt. Houd de snelheid in. De tweede is heel goed om bij te houden, zodat je weet of je vooruit gaat werken. Ja, als je dat op papier zet, dan weet je wat er gebeurt. Ook op het moment dat het niet vooruit gaat, je loopt tegen problemen aan, kunnen wij als trainers veel beter jou adviseren op het moment dat we zien wat er gebeurd is, ook in de voorgaande training. Erbij. Belangrijk is, we verwachten dit van al onze leden. We houden het even vandaag voor de squat. Dan ga ik even het tempo opschrijven. We doen een standaard tempo voor de squat, die je wel ziet bij ons. En dan staat er ook graag erbij. Er zijn de sets. Reps. De reps zijn hoeveel herhalingen je moet kunnen met het gewicht. En de sets zijn de sets die je hebt gemaakt met dat gewicht, met die repetities. Het tempo 3, 0, 1, 0 voor deze squat. Dat is een boven squat. Het eerste getal betekent, dat is het getal dat aangeeft hoe lang de excentrische component van de beweging duurt. Dus excentrisch betekent niks meer dat de spier langer wordt, terwijl die kracht geeft. En in de squat is dat zakken. Dat is eigenlijk bij het merendeel van de oefeningen het zakken. Als je nou de pull-up hebt, of de squat, de bench press. Shoulder press maakt het niet uit. Dit is het getal dat de spier langer wordt, het zakkende getal. 3 seconden. Het tweede getal geeft aan hoeveel secondes je moet blijven op het moment dat het zakken is afgelopen. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld een shoulder press heb, laat ik 1, 2, 3 zakken. Hij is beneden. En dit getal geeft aan hoe lang ik hier rust of ja, hoeveel seconden ik daar moet blijven. Bij deze telling van de squat is dat ook 0. Dus onderin blijf ik 0 seconden zitten. Dus het is een directe transitie van naar onder naar boven. Het derde getal is namelijk het getal voor de concentrische component. De concentrische betekent dat de spier goed korter wordt. En dat is dus een opgaande. Getal. Als je een vrije gewicht gebruikt, is dat meestal zo aan. 1 seconde. Dus je gaat in 1 seconde naar boven. Nou kan het zo zijn dat naarmate je moeier wordt, die 1 seconde niet meer gehaald wordt. Ja? Want de eerste set en de eerste rep zou ik 1 seconde redden, maar op het moment dat je moe wordt, doe ik misschien nog 2 of 3 seconden over. Die 1 seconde. Staten, of soms schrijven we ook een x, en x betekent zo snel mogelijk. En met die twee getallen is het eigenlijk zo dat het langzamer kan worden, maar dat maakt niet uit. 1 seconde betekent goed snel omhoog, alleen wel gecontroleerd. Dat je over de hele range of motion 1 constante snelheid houdt. En met x betekent zo snel mogelijk omhoog. Nou, je zal bijvoorbeeld bij een squat onderin minder sterk zijn. Dus dan zie je een soort versnelling uit. Onderin kan ik minder kracht genereren en bovenin 1 seconde omhoog. Ja, als staat er daar bijvoorbeeld een 3, dan moet je echt die 3 seconden aanhouden. En het vierde getal is de pauze die je houdt op het moment dat de concentrische component is afgelopen. Dat is bijvoorbeeld bij de squat, als ik van beneden omhoog kom, hoe lang ga ik hier wachten? Ja? In deze telling dus niks. Ik ga boven en direct ga ik weer
naar beneden. Ja. De squat hier is dus 3 seconden zakken, geen seconde, niks, geen rust. Meteen omhoog en weer naar beneden. 2 keer 5, 6 geven aan dat je een gewicht moet gebruiken waarmee je maximaal 5 reps kan en minimaal 2. Op het moment dat je er minder dan 2 kan, breken we de oefening af. Dus ook de reps. Op het moment dat je minder dan 2 tot 5 minder dan 2 reps kan, dan breken we de oefening af. En daarvoor hebben we ook 2 tot 5, 6. Twee tot vijf sets betekent namelijk op het moment dat ik 2 sets, ik moet in ieder geval 2 sets maken, maar stel dat ik bij mijn derde set nog maar 1 rep kan maken, dan doe ik namelijk mijn vierde en mijn vijfde set niet meer. Ja, de reps zet dus iets over hoe vaak ga ik heen weer, en de sets is hoe vaak heb ik die clusters van heen weer. Als we dat even in de praktijk brengen, hoe gaan we dat opschrijven? Schrijven allereerst in ons schriftje op welke oefening dat was. Dat was een squat. Tempo is 3, 0, 1, 0. De datum krijg ik bij, taal 11. En de hoeveelheid reps 6 die we moeten doen. Dus 2 tot 5, reps 2 tot 5, 6, reps 6. En ik wil weten hoeveel kilo. Dat is de datum. Taal 11 had ik 50 kilo. Dus we gaan vandaag trainen de squat. 3-0-1-0, 2-5, 2-5, 6. Het is 12 november. En ik heb uitgetrokken dat ik op 50 kilo zit. Prima. We gaan dus sets maken. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 sets. Ja? Daar in die webrange willen we 6 range willen zitten. Prima. Het is de eerste keer, dus ik heb het goed uitgedokterd. De eerste set van 5 reps. Tweede set 4, 4, 3, 3. Oké, zo schrijf je dus op. Ik heb 5 sets kunnen afmaken. Ik ben van 1 keer onder de reprange gevallen. Ik heb 5 sets kunnen afmaken. 5, 4, 4, 5, 4, 4, 3. Oké, een beetje later komen we weer in de sportschool. We gaan weer squatten. Dus het is ondertussen 19-11 geworden. Ik zie, ik had 50 kilo de vorige keer. Ik had er 5 in, dus ik was niet boven de reprace gekomen. Dus ik ga wederom met 50 kilo aan de gang. Prima, ik ga weer squatten. En ik werd 6, 5, 4, 4, 3. Hé, we zien twee dingen gebeuren. We gaan één ding gebeuren. Ik heb meer reps gemaakt met hetzelfde gewicht. Dat betekent dus 1, dan zie ik me aangepast, positief. Sterker geworden, dan 50 kilo meer keren heen en weer haalt. Ik weet zeker dat mijn tempo hetzelfde is gebleven, want dat hanteer ik. Dus ik ben sterker geworden. Prima. Volgende training. Nou, het spel is de 25e. Ik zie nu de vorige keer 50 kilo. Maar ik zat boven de rep range. Dus dat betekent dat ik deze keer zwaarder mag. Ik ga kleine stapjes maken. Ik ga naar 52,5 kilo. Daarmee ga ik ook weer squatten. Ik ga 5, 4, 3, 1. Oké, okay, het gewicht is zwaarder geworden. De reps zijn wel naar beneden gegaan, maar dat komt omdat het gewicht zwaarder is geworden. Dus dat is op zich niet zo gek. Je ziet wat er gebeurt in deze training. Ik had de eerste set 5, de tweede set 4, de derde set 3 en de vierde set kon ik er nog maar 1. 1 van buiten de rep range. Dus dan maak ik mijn vijfde set niet meer. Ja, en zo, dit is dus de manier waarop wij het opschrijven en waarop wij het dit alles hebben we ook in een formatje voor jullie gezet. Je kan het bij de trainer vragen, mailen we het naar je, print je het uit, dan kan je het zo invullen. Op het moment dat je dat niet doet, dan heb je je eigen schriftje, prima. Maar hou het dus, deze gegevens hebben wij nodig om het goed te kunnen begeleiden. Bedankt.